YouTube, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik alleen zonder Robbie. En vandaag ben ik in een verlaten school. Een school waar ik 3 jaar geleden zelf 4 jaar heb gezeten. Ja, ik ga jullie een keer meekijken. Ik ga jullie nu met me meepakken. Veel kijkplezier. Een verlaten school. Ik wil jullie alles laten zien. Dus dit was de lerarenkamer. Dat is de leraarskamer. Allee. Tien. Dus. Verlaten school. Dat is hier de directeur, zijn afdeling. En nu gaan hem te vloggen ook. Oh. Komt nu wel in de video, dat weet je toch. De video van... Dus dit was hier ook het kantoor van de directeur. Die veel niet meer in gebruik, zo te zien. En als ik even kijk... Ze zijn school al volledig aan het afbreken. Dus we zijn snel bij. Oh, ik ben ook er. Ik ga nu de rest laten zien. Zie je weer de hang. Die hele lange hang waar dat die 3 eikels binnen zitten. Dit is ziek. Deze is echt ziek. Hier ben ik nog nooit in geweest. Oh, de was hier het magazijn, om het zo te zeggen. Hier moest je achter al je elektrische componentjes komen. Dat lag hier allemaal in schatten. Dat is ook allemaal weg. Dan had je hier ook nog een labo elektriciteit. Het is hier wel heel, heel klaar. Kijk, maar dat... Kijk, nog een half van vroeger. Vroeger, ja. Sprekelijk dat het zo oud is, een paar jaar geleden. Ik weet niet wat er hier gebeurd is, maar iets om mij vermoeden dat ze alles volgespoeld hier met die brandblussers. Dat er misschien al zijn binnen geweest. Maar een keer kijken. Kijken of we via die deur ook naar buiten kunnen. Het is spijtig zijn van niet zeker. Nee, maar goed. En dan komen we hier in de werkplaats aan. Wat de werkplaats was. Er stond hier vol met allemaal machines. Hier ook natuurlijk.
de sleeprail, hoe noem je dat? Je ziet niet goed, de afzuiging staat er nog. Dat was hier dus vooral mechanisch laboeien. En dan zijn we hier, ambulanceafdelingen vroeger. Je ziet de gordijnen dan meteen nog achter me. Kunnen we er niet even gaan? Nee. Lekker gezellig met weer. In de mascarine. Dus ja, en dat was het hier in school. Ik ga een keer naar de garage meegaan. Ik weet niet waarom ik dat mee had. Ik ga meegaan naar de garage. Ja, we gaan een keer buiten op. Speelplaats zeker, zal ik het maar noemen. We gaan er een keer naartoe. Je ziet, heel veel is al afgebroken. Maar echt heel veel. Heel veel. Hetgene waar we nu op neerkijken, waar die graafmachine hier staat, dat was eigenlijk de refter. Dus als je dat beseft, is er al veel weg. Speciaal voor jullie nog een keer. Oh, de basketbalpleintje. Speelplaats. Of wat er allemaal van overblijft. Dus dat was hier, ja. Zoals ik al zei, de speelplaats, het basketbalpleintje achter mij. Ik hoop dat jullie een toffe video vonden voor deze week. Laat alvast weten in de comments waar ik bij de volgende keer naartoe moet gaan. En laat zeker dat duimpje achter. En tot ziens jullie bij de volgende video. Later.